Yo, als ik hem deze keer niet win, moet ze gewoon stoppen met die challenges, man. Klik, klaks. Net HBO's eerstejaars, ze doen zo verwaand. Ze hebben nog niks gedaan, of hebben zelf niks gedaan. Promote iets, heb je veel volgers? Dan kan je iets doen voor me. Anders laat die chicks, boys gaan staan bij Fortress. I don't give a fuck, maar gaat het om mijn doelen of mijn geld, kan ik behoorlijk stalken. Als je geen oogcontact met hem maakt, wat maak je dan? Kontcontact, borstcontact. Ik heb die candy bars voor je chocolates. Ik spuug die bars niet eens, ik kots die shit. Je mind is ongezond, je bent een racist. Maar je body is gezond, spie, nazi. Hello kitty, ik breek je als KitKat. Jij slijt in DM's, ik slijt die pinpas. Huh? Wat? Je wilt het opnemen tegen mij? Je bars met z'n scherp, jij je brought a knife to a gunfight? Klik, klaks. I don't know, it seemed like as soon as I stopped giving a f- about what I was saying, people started giving a f-. It was like a reverse effect. Like, f*** you, I don't care if you like me or not. Oh, we like you now, you know? It's hard work, it's getting up in the morning, it's I get up in the morning, 7:30, 8 o'clock, get ready, I go, get on a plane, get somewhere, go to 2 or 3 radio stations, do an in-store, and then do a show. Like, and non-stop. Like, every night. Did you think it was gonna be like that? I mean, like, when you envision yourself rapping and you always wanted to make it, obviously. Nah, I always thought, like, you rap, you wear a gold chain, you get the bitches and the cars, and then that's it. And you got a fat crib, that's all I thought. Yeah. I didn't realize all of the work, the effort that goes into it and shit. And like, then afterwards. It's 24/7.